Borden tegen pesten. Speciale kindermissie in AZP. En leerlingen krijgen rondleiding bij haven. Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van het 10 minuten jeugdjournaal. Op de Mulo school Geersvliet is een bord opgehangen dat pesten tegen zou moeten gaan. Alle leerlingen waren aanwezig bij de onthulling ervan. Liefde, zorg en alles wat je kunt bedenken in een geborgen liefde. Er waren veel mensen die tijdens de bijeenkomst iets vertelden over pesten. De voorzitter van de Nationale Assemblée, Marinus B., liet Giorgio aan het woord. Hij heeft een beperking, maar laat zich daar niet door tegenhouden. Hij heeft een boodschap voor de jongeren. We gaan nu naar hem luisteren met hem. Als eerst wil ik zeggen tegen die kinderen die gepest worden, kom op voor jezelf. Like, ik weet, het gaat in het begin, het gaat niet in één keer werken, maar kom op voor jezelf, zodat de persoon die je pest ziet van, ik kan mijn ding niet hier uithalen, want de persoon komt op voor zichzelf. De leerlingen van de Mulo school vinden niet dat er op hun school veel gepest wordt. Ik heb het niet echt vaak meegemaakt, maar gewoon plagen, ja. Ik word echt geplaagd op school. Ze vinden het wel heel belangrijk dat er iets aan pesten gedaan wordt. Ik denk van wel, omdat het duidelijk genoeg is. En ik denk dat veel mensen het zullen lezen en het zullen meenemen in hun leven. Dat je je moet verzetten tegen pesten. En dat je dapper moet zijn. Want als je niets zegt, kunnen wij ook niets doen. Dan. We kunnen het aan je opmerken, we kunnen met je praten. Maar jij zelf moet er ook iets aan doen. Je moet opkomen, je moet iets zeggen. Maak het bekend, zodat we weten waarom het eigenlijk ligt. De Lions Club Suriname gaat in de buurt van scholen nog veel meer borden ophangen met verschillende teksten erop. Zo hopen ze de Surinaamse jeugd bewust te maken over pesten. Mulo Geersvliet, u bent de eerste. Maak het waar. Wees het voorbeeld voor alle andere Mulo scholen. Tegenwoordig praten we niet meer over... De hele week zijn kinderen met een urologische aandoening geopereerd in het academisch ziekenhuis Paramaribo. Bij alle kinderen was er iets aan de hand met hun plasbuis of hun nieren. Vandaag waren de laatste 3 operaties voor dit jaar. Dit is de eerste operatie van de dag. Deze zeer jonge patiënt had iets met zijn plasbuis dat hypospadie heet. Hypospadie is een aangeboren afwijking aan de plasbuis. Zoals we gewend zijn is de plasbuis helemaal aan de top van de penis aangelegd. Daar mondt het ook uit. Maar bij hypospadie zie je dat de opening wat lager ligt. Het kan variëren tussen de hoek van de balzak en tot aan de top. No? Dus, en dat zorgt ervoor dat kinderen dan niet staande kunnen plassen, maar dan zitten. En een bijkomende afwijking bij hypospadie is dat de penis ook krom staat, soms meer dan 90 graden. Wat het plassen bemoeilijkt, maar ook later in hun leven ook op seksueel gebied tot problemen kan leiden. Dus dat is de reden waarom we dat op kinderleeftijd al willen opereren. En dat scheelt voor een kind, voor de ontwikkeling. Het behandelen en opereren van deze zeldzame aandoening hoort bij urologie. Urologie is een specialisme die zich bezighoudt met de nieren, urinewegen, de plasbuis en het mannelijk geslachtsorganen. De prostaat valt er ook onder, vrouwen ook, want die hebben ook nieren en een blaas. Dit zijn trouwens de 2 urologen die zich bezighouden met de operaties. Samen met de 3 geplande operaties van vandaag bijgeteld, hebben zij voor deze missieweek 14 kinderen geholpen. Dr. Ramdin ziet een groot verschil tussen haar allereerste urologische operatie ooit en die van nu. Ja, de eerste keer, ik heb zelf ook kinderen, dus dan ben ik al sowieso een beetje... Ja, je voelt een beetje mee als moeder. Dus ik vond het in het begin wel een beetje eng, want je gaat... En een kind snijden, maar goed, nu is het gewoon iets wat ik mee heb gemaakt. Je weet dat een kind er beter van wordt. En vooral verlaten, no? Dus het is belangrijk dat de plasbuis
goed gevormd is, is belangrijk voor het plassen, dat zo'n kind staande kan plassen, maar ook belangrijk voor de vruchtbaarheid later. En dokter Schepen, die zit pas bij de missie. Dat voelt heel erg goed. Deze missie bestaat eigenlijk al een kleine 20 jaar. Voorheen heeft dat een collega van mij gedaan, dokter Van der Hoek. Die is inmiddels met pensioen en ik heb dat 2 jaar geleden overgenomen van hem. Het is, ik ken die urologen allemaal goed. Die zijn allemaal in Rotterdam opgeleid in het verleden. En het is altijd fijn om te kunnen helpen. Het is ook een hele ervaring voor mij uiteraard. En welkom is altijd erg hartelijk en de sfeer is altijd erg goed hier op OK. De missie zorgt ervoor dat een dure medische reis naar het buitenland niet hoeft. En beter nog, de jonge patiëntjes kunnen in eigen land en soms ook thuis herstellen van de operatie. Voor de volgende missie volgend jaar zijn er al 5 kinderen geselecteerd voor een urologische operatie. Zeven studenten verzamelden zich gisteren op Nieuwe Haven in Paramaribo. Ze hadden de quiz op de Maritieme Open Dag van vorig jaar gewonnen. Een rondleiding van de haven was de prijs. We hebben een rondleiding gewonnen bij de haven. De studenten wonnen de rondleiding door mee te doen met een quiz tijdens de Maritieme Open Dag. Maritiem betekent alles wat te maken heeft met de zee en dus ook met havens. Met die open dag willen we zoveel mensen informeren over de beroepen die in die maritieme sector zijn. Veel bedrijven die werken in de haven hebben een plek op de open dag om over hun werk te vertellen. De organisatie wil de bezoekers stimuleren om bij zoveel mogelijk bedrijven te kijken. We moesten een quiz maken via onze mobiel. Moesten we vragen invullen en bij elke standje gaan en vragen stellen waardoor we onze antwoord konden krijgen. Het is verplicht dat wanneer je de haven binnentreedt, je veiligheidsschoen aan hebt, je veiligheidsvest of reflector vest en ook een veiligheidshelm. Eerst krijgen studenten veiligheidsmaatregelen te horen. De haven is een gevaarlijke plek, dus is het belangrijk dat ze zich goed aan alle regels houden. Daarna mogen ze de bus in. Ik vond het heel interessant en heb bus gekozen omdat ik ook gehoord had dat er een rondleiding hier plaats zou vinden op de haven. Vanuit de bus kunnen de winnaars de hele haven bekijken. En daarbij krijgen ze uitleg van mensen die er iedere dag werken. Wat ik echt heel interessant vond was die schepen. Er was een marineschip gekomen van Nederland en zag je al die military equipment erop. Vond ik heel geweldig. En ook die voertuigen waarmee ze die containers kunnen verplaatsen, vond ik ook heel speciaal. De organisatie vindt het belangrijk dat mensen over de haven en over de maritieme sector leren. Wij doen dit om die sector bij elkaar te brengen en dat we de gemeenschap kunnen informeren. Wat voor dus want die sector speelt een heel belangrijke, speelt een belangrijke rol voor de economie van het land. Raifa won de eerste prijs bij de wedstrijd. Ook zij vindt het belangrijk om te weten wat er op de haven gebeurt. Ik vind het belangrijk dat we om de haven leren, want dan weten we wat we importeren en wat we exporteren. Na de rondleiding kregen de winnaars nog een aandenken mee naar huis, om terug te kunnen kijken op de middag op de haven. De organisatie hoopt dat de studenten veel geleerd hebben en later misschien zelf ook op de haven willen werken. Okay, dus het is heel belangrijk dat ze weten dat er hele mooie beroepen zijn in die maritieme sector. We stimuleren dat er is ook werk voor vrouwen. Later dit jaar, op 3 en 4 november, is er weer een editie van de Maritieme Open Dag. De organisatie hoopt nog veel bezoekers te vertellen over de verschillende beroepen op een haven. Zie hoe belangrijk deze haven is. Als het er niet is, hoe vaar je echt. En dat was het voor vanavond. Ik wens jullie een fijne avond verder, een fijn weekend en tot volgende week.